aan jou het woord. Dankjewel, Dieke. Dank ook voor de uitnodiging om hier iets van ons werk te mogen laten zien op dit onderwerp. De vorige sprekers hebben een helder inzicht gegeven, Roland en Ronald, over twee belangrijke thema's van het arbeidsmarktbeleid. Zowel de kennis van de cijfers als de vraag of e-health mogelijk ook arbeidsbesparend kan zijn. In mijn kant van het verhaal wil ik ingaan op de arbeidsmarktperikelen in Brabant, specifiek in Midden-Brabant, waar ik er actief mee ben. Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst even kort uitleggen wat PrimaCura is en wat ik daar doe. Ik mag zelf de sheets doen. Ja. PrimaCura, huisartsenzorg Midden-Brabant, is een nieuwe organisatie. 1 januari jongstleden ontstaan uit de fusie van de huisartsenpost in Midden-Brabant, van de zorggroep RCH en van de stichting Huisarts en Kwaliteit. Die laatste die organiseert de deskundigheidsbevordering voor de huisarts in de regio. En mijn naam is Herman Savekoels, zoals net gezegd. Ik werk zo'n 11 jaar in de huisartsenzorg op allerlei thema's rondom strategisch personeelsmanagement en algemeen management. Ik wil zo meteen beginnen met het schetsen van een algemeen beeld van hoe wij, als het op arbeidsmarktvraagstukken aankomt, hoe wij daarnaar kijken. En als tweede probeer ik een licht te werpen op de vraag hoe de zorg zich de komende jaren gaat ontwikkelen en wat dat voor het volume op de arbeidsmarkt betekent. En tot slot wat wij dan aan acties doen in deze regio om daarop in te spelen. Dat het een belangrijk vraagstuk is, dat bleek ruim een jaar geleden, begin 2020, toen zowat alle huisartsenpraktijken in de regio Midden-Brabant gesloten waren voor nieuwe inschrijvingen, voor nieuwe patiënten. De rek leek eruit, het absorptievermogen lijkt zo'n beetje op zijn eind te lopen van de eerste lijn om nog meer zorg op te kunnen vangen met elkaar, als alles blijft zoals het nu is. Toen startte corona, dat gaf op de een of andere wonderlijke manier wel verlichting, maar tegelijkertijd startte er ook een nieuwe praktijk in het centrum van Tilburg. En het effect daarvan was groot, dat merkten we in de hele regio. Dus het is belangrijk dat we nieuwe ontwikkelingen blijven volgen, maar erg voor de komende jaren moet ook gewoon capaciteit bij. Zo plat is het dan soms ook weer. De vraag blijft bestaan in de regio, maar ik denk ook wel in Brabant en andere regio's, hebben we op de sheets van Ronald gezien. Kun je als huisartsenzorg de garantie afgeven dat je continuïteit kunt bieden? En laten we zeggen tot 2030. Daar ga ik met mijn presentatie wat verder op in. Kunnen wij garanderen dat in Midden-Brabant... Nou, de letters zijn net groot genoeg. Ja, je hebt het goed gedaan. Iedere patiënt toegang heeft tot de huisartsenzorg dicht bij huis. Hoe ontwikkelt die zorg zich dan? Hebben we voldoende praktijken en hebben we voldoende mankracht? Hoeveel uitstroom kunnen we verwachten als we de cijfers hebben of zouden hebben? Hoeveel toestroom zou er dan moeten zijn? Is de aantrekkingskracht groot genoeg van deze branche? Want we krijgen veel concurrentie. En hoe pakken we dat aan? Dat zijn vragen die we graag beantwoord zouden willen hebben en die volgens mij niet puur een glazen bol antwoord vragen, maar daar kun je beredeneerd naartoe werken. En daarvoor, wat ik al zei, zetten wij een bepaalde bril op, die van de strategische personeelsplanning. Ik geef daar een wat vereenvoudigde weergave van, maar het begint heel eenvoudig bij de feiten die je hebt. Je probeert feiten te verzamelen en een beetje door je oogwimpers naar de toekomst te kijken. Maar wat heb je nu in huis en wat heb je nu nodig? En er zijn op dit moment al voorbeelden in de regio dat er 0 sollicitanten op een vacature voor een doktersassistent te reageren. Dus het verschil tussen wat we nu in huis hebben en nu nodig hebben, begint langzaam uit elkaar te lopen. Nou, de andere vraag is, wat heb je dan straks nodig? Als wij nu bedenken, bijvoorbeeld door e-health, dat de inhoud van het werk verandert, dan moet je daar de opleiding op voorbereiden. En dat duurt dan nog 3 of 4 jaar voordat die doelgroep van de opleiding afstroomt. Dus we moeten echt proberen naar de toekomst te kijken. Dus de ene kant van het verhaal is, hoe denken we dat de maatschappij zich ontwikkelt, dat de zorgvraag zich ontwikkelt en hoe de zorgvraag er in 2030 uitziet en wat we dan nu voor actie moeten gaan nemen om met het huidige personeelsbestand langzaam op te stomen en klaar te maken naar 2030. En dan niet alleen kwantitatief, maar ook wat Ronald al onderstreept heeft, we moeten ook kwalitatief gaan kijken. Ik neem jullie nou graag mee in 3 sheets, dus dat is te overzien, aan de linkerkant van dit plaatje. Het zijn misschien wat open deuren, maar ik vind het belangrijk om ze hier nog een keer even onder de aandacht te brengen. De eerste is,
de groei van de zorgvraag door de vergrijzing. Ik liep hier nog niet zo lang geleden tegenaan. Ik vond het heel opvallend. Het zijn cijfers van het CBS. We weten dat er door de vergrijzing en de babyboom die eraan zit te komen, dat het aantal ouderen enorm gaat toenemen, verhoudingsgewijs. Maar wat we ook zien, is dat als mensen langer blijven leven, dat ze ook meer chronische ziektes ontwikkelen. Maar wat hier nog naar voren komt, en dan pak ik wel even het blaadje erbij, ik kan het goed meelezen, is dat het aantal levensjaren zonder chronische ziektes is waar, hè, bij mannen in dit geval, de gemiddelde leeftijd toeneemt, het aantal jaren zonder chronische ziektes afneemt. Dus mensen ontwikkelen eerder chronische ziektes. En een vergelijkbaar plaatje bij vrouwen, gemiddelde leeftijd neemt toe, en heel naar rechts, het aantal levensjaren in goede gezondheid ervaren, neemt amper toe. Dus het is niet alleen dat we meer mensen krijgen met ouderdomsziektes, maar het begint ook eerder. Dus een soort dubbele toename. Een andere ontwikkeling die we zien, ik heb gezegd, ik zou 3 sheets laten zien met 3 verschillende invalshoeken die over die ontwikkeling van die zorgvraag gaan, is een ontwikkeling die ik platweg zou kunnen zeggen van een ontwikkeling van een soort consumentisme. Maar de patiënt wordt een soort consument. En dit is van het RIVM, zijn dit conclusies, een toenemende pluriformiteit. Dus het is niet meer één groep patiënten die zich op dezelfde manier gedragen, maar je hebt echt met verschillende claims te maken vanuit verschillende achtergronden waar mensen vandaan komen. We zien een toenemende verwachting van de zorg. Hè, dus men gaat meer claimen en de acceptatie van ziekte en ongemak neemt af. Dus mensen gaan eerder vragen stellen. De patiënt is beter geïnformeerd, mondiger, veel eisender. En toenemende verschillende omgang van technologie. Ik had dat van de week in deze sheet opgenomen, maar vanochtend op de radio hoorde ik een item dat er 4 miljoen Nederlanders moeite hebben met de digitalisering van de overheid. En die niet goed mee kunnen in al die stappen die de overheid op digitalisering aan het zetten is. Dus e-health, ja, het is een oplossing. Maar ik hoor vaak in het werkveld van Herman, hou er rekening mee, niet voor iedereen. En de derde grote trend die ik wil laten zien is de verschuiving in het zorgaanbod. Om de toenemende vraag houdbaar te houden, cliëntgericht. Oh wacht, ik denk dat ik wel de goede voor heb. Zijn er enorme stelselwijzigingen en een trend van zorg die uit de instellingen gaat. En je zou een nieuw motto kunnen zeggen, thuis is de beste plek om ziek te zijn. En dat is ook wel iets wat misschien is dat ook wel zo voor de patiënt. De huisartsen zijn heel hard aan het werken om van die thuissituatie een goede plek te maken om ziek te zijn. Mantelzorg speelt daar een rol in. En voor de maatschappij is het goed, want het is ook de goedkoopste plek om ziek te zijn. En die kosten, daar zit heel veel druk op. Dus samengevat, aan de kant van de maatschappelijke ontwikkeling, meer jaren met zorglast, meer mensen die meer willen, complexere zorg, een krimpende instellingszorg en een groeiende bevolking. Dus het linkerplaatje heb ik nu ongeveer in 7 mijlslaarzen weliswaar in beeld gebracht. Maar dan moet ik ook naar het rechterplaatje gaan kijken. Wat hebben we dan in huis? Hoe ziet die arbeidsmarkt eruit? Hoe groot is die? En wat kunnen we daar dan aan verwachten van pensionering, van uitstroom die er toch wel is? Ja, even stilte, dan kun je hier even naar al die cijfers kijken, maar ik ga het uitleggen. Ik heb een heel simpele rekensom gemaakt. Brabant heeft ongeveer 2,5 miljoen inwoners en de NZA die geeft normen van hoeveel FTE huisartsen per 2095 patiënten. 1 FTE huisarts per 2095 patiënten. Zo'n norm is er ook voor doktersassistentes en ook voor POHS, voor de praktijkmanagement, voor de POH-GGZ. Ik heb alleen maar die normen even op die 2,5 miljoen inwoners berekend. En dan kom ik uit op 3.500 FTE aan arbeidskracht in de huisartsenzorg. Nou, stel dat de deeltijdfactor 0,6 is, ik weet het op dit moment niet precies, maar het zou toch wel daar ergens kunnen zitten, dan gaat dat over 6.000 mensen. Toch een behoorlijke groep. Maar
verdeeld in het soort van midden- en kleinbedrijf. Dus verdeeld over heel veel kleine winkeltjes. Voor Noordoost-Brabant zou het gaan over 1400 mensen. Zuidoost-Brabant 1800, Midden-Brabant 1000 mensen en West-Brabant ruim 1600 mensen die in de huisartsenzorg werken. Dus toch wel een behoorlijke arbeidsmarkt. Als je dat vergelijkt met de VVT of met de ziekenhuizen, dan zijn dit misschien bescheiden aantallen. Maar toen bedacht ik, maar daar kun je ook op een andere manier naar kijken. Met deze 6000 mensen bedienen we 2,5 miljoen patiënten. Want dat zijn alle Brabanders, zijn in principe ingeschreven bij een huisarts. Dus eigenlijk wel een hele relevante sector. Misschien niet de grootste, maar wel belangrijk. Nou, die cijfers nog even in perspectief. Dit is de bevolkingsgroei van Brabant. Dan moet je de rode stippenlijn volgen. Nou ga ik het toch proberen. Ja. Hier ergens zit 2030 en dan komen we op 2,7 miljoen mensen uit. Dat is nog een toename van 8%. En dan hebben we het niet over toename van meer jaren ziekte, et cetera. Puur het aantal mensen is 8%. Dus ik zou deze cijfers allemaal met 8% kunnen verhogen. Dat zou bijvoorbeeld voor doktersassistenten betekenen dat er 200 doktersassistenten tot 2030 bij moeten. En daar moeten we voor aan de bak. Overigens viel me op dat die blauwe stippenlijn, dat was de prognose van de bevolkingsgroei in 2017. Dus we hebben prognoses van bevolkingsgroei, maar die prognoses stijgen ook. Dus we moeten prognoses van prognoses gaan maken. Dus het is maar even hoe lastig het is dit allemaal te voorspellen. Is de huisartsenzorg continu toegankelijk? En voor nu de vraag, hebben we voldoende medewerkers? In Midden-Brabant, ik kom nou toe, dit waren de grote lijnen. Ik kom nou toe in hoe we dat in Midden-Brabant aanpakken. We hebben echt het capaciteitsvraagstuk. Daarvoor hebben we 4 hoofdonderwerpen benoemd. Mensen en middelen. En ook hier hebben we voldoende personeel, voldoende huisartsen, zijn er voldoende praktijken. Wordt er efficiënt gewerkt, want er is misschien wel winst te halen als er efficiëntieplannen binnen de huisartsenpraktijk gaan komen. Nou, er zit heel veel druk en behoefte aan een digitale versnelling. En een aantal randvoorwaarden ga ik nou niet op in. Het gaat nu om voldoende personeel. Daarvoor is er een regionaal actieplan aanpak tekorten in Midden-Brabant, speciaal echt toegespitst op de huisartsenzorg. En dat is iets wat we ontwikkeld hebben met de werkgeversorganisatie Transform. In 2014-2013 zijn we daar mee in overleg gegaan. Toen was er geen arbeidsmarktbeleid en ik kwam erachter dat de dagpraktijken en de huisartsenposten eigenlijk concurrent van elkaar waren op de arbeidsmarkt. En huisartsen ook, en ik begrijp dat allemaal, maar het is niet altijd handig, ook werving deden van doktersassistenten binnen de huisartsenpost. Nou, dat is een beetje dat je ook in je eigen voet schiet, want daarmee komt de continuïteit in de weekenden heel erg onder druk te staan. Er is een raad, een regionaal aanpak tekorten. Dus regionale actieplannen aanpak tekorten voor huisartsenzorg in Midden-Brabant. En in Midden-Brabant zijn we vorig jaar, het jaar daarvoor, vanuit allerlei losse acties, hebben wij de stap gezet om tot een projectstructuur te komen. Met een projectteam waarin de huisartsenkring vertegenwoordigd is, de huisartsenpost, de zorggroep en Transform. Dan is er een stuurgroep met bestuurders, waar ze nu en dan ook de bestuurders van de opleidingsinstellingen voor uitgenodigd worden, als dat op dat moment een relevant issue is. En we hebben een programmacommissie, een klankbordgroep, waar een huisarts in zit, een praktijkondersteuner, een verpleegkundig specialist, een doktersassistent. Het is een gemixte groep waar we graag mee klankborden, want we komen erachter, wij kunnen heel veel bedenken. Maar het is ontzettend belangrijk dat we steeds maar in dialoog met de praktijken blijven. Zodat wij niet alleen maar theoretische oplossingen bedenken, maar ook oplossingen die in de praktijk echt iets kunnen betekenen. Onder die projectgroep hangen 5 thema's die we belangrijk vinden, waarvan er 4 echt gericht zijn op het verhogen van de instroom. En een laatste op het behoud van personeel. Ik heb nu 2 sheets waar van deze werkgroepen allerlei activiteiten opgesomd zijn. Ik ga die nu niet allemaal doornemen. Dat zou heel gedetailleerd worden, maar ook veel tijd kosten. Ik wil er 2 uitlichten. En dat is de opleider Bolster, de opleiding
het opleiden van bolstudenten en het opleiden van zijnstromers, die laatste, daar wil ik even wat langer bij stilstaan. We zijn lang bezig geweest om te proberen tot een BBL-traject te komen. Dus de bol, dat zijn de dagstudenten, en de BBL zijn mensen die een aantal dagen per week werken en één dag in de week naar school gaan. En zou je ook als zijinstromers kunnen benoemen. Daar zijn we lang mee bezig geweest. Het is 2 keer vastgelopen, maar 3 maal scheepsrecht. Het is gelukt om 7 maart een nieuwe klas BBL-studenten te starten. 11 zijinstromers, allemaal even enthousiast om een overstap te maken naar de functie van doktersassistenten in de dagpraktijk van de huisartsenzorg. En die vullen wonderlijk allemaal een vacature in. Dus die hebben geen opleidingsplaats aanvullend aan het team, maar daar heeft de huisarts een vacature mee kunnen opvullen. Dat is een letterlijke aanvulling van de arbeidsmarkt. Het is lastig van de bolstudenten, dus de dagstudenten, die na 3 jaar afstuderen, daarvan te weten hoeveel er precies in de huisartsenzorg uitstromen. Maar van deze 11 weten we het precies. Dit is een klas doktersassistenten voor de huisartsenzorg. Dus wij zijn er heel enthousiast over dat we dit voor elkaar hebben kunnen krijgen samen met het ROC Tilburg. Daar hangen voorwaarden aan vast. Voor een RSC is het gewoon nodig een minimaal volume aan doktersassistenten te hebben om zo'n opleiding rendabel te maken. Midden-Brabant is eigenlijk als gebied alleen te klein om zo'n klas blijven te kunnen vullen. En ik denk dat we Brabant breed wel groot genoeg zijn om dit te kunnen blijven doen. En dan hebben we echt een concreet arbeidsmarktproject waarin we mensen kunnen opleiden voor de huisartsenzorg. Blij dat dat gelukt is. De tweede die ik eruit wil lichten is wat ik denk dat echt het belang is, dat we ons laten zien in de bolopleiding. Dat we aanwezig zijn, dus dat er een vermenging komt van het werkveld met het onderwijsveld. En dat gebeurt nog te weinig. Dus naast alle acties die we doen, waren dit 2 onderwerpen die ik eruit zou willen lichten van deze sheet en de volgende. Werving en promotie en behoud. Dus als daar straks vragen over zijn, dan wil ik die graag beantwoorden en toelichten. Voor nu zou ik even nog wat verder willen. De vraag: met alles wat wij doen in die projectstructuur en met die werkgroepen, doen we genoeg en weten we hoe het zit? Willen mensen in de huisartsenzorg werken als ze ook de keuze hebben om in de VVT te werken of in de ziekenhuizen te werken? Dus kunnen we concurreren? Nou, hoe staat het met behoud van personeel? Het lijkt erop, de cijfers die ik nu heb, dat de uitstroom uit de huisartsenzorg niet van die aard is wat we in andere zorgsectoren wel zien. Gewoon minder acuut. Maar we moeten alert blijven op iets wat ik hier genoemd heb, kwaliteit van de arbeid. Dus hoe is het werk georganiseerd? En is het werk zo georganiseerd? Blijft het leuk? Blijft het interessant? Blijven mensen uitdagingen houden om te willen blijven hangen? Zijn er 4 thema's om naar te kijken. Hoe is de inhoud van het werk? En die komt in ontwikkeling. Meer e-health betekent dat de inhoud van het werk wel eens zou kunnen gaan veranderen. De voorwaarden, daar ga ik nou niet te diep op in. Dat is allemaal eigenlijk in de CO vastgelegd. Zijn de verhoudingen oké? Okay? Is er werkoverleg? Is het goed? Kunnen mensen meedenken over de organisatie van het werk? Ik vind dat in de huisartsenzorg vaak, omdat het MKB is, een kleine bedrijf, is vaak makkelijk kan. Dat er veel daar wel mogelijk in is. De omstandigheden vind ik een zorgpunt. Want als de druk groter wordt op de huisartsenzorg, dan neemt de wachttijd voor patiënten neemt toe, de druk op de praktijk neemt toe, de stress neemt toe, de bejegening aan de telefoon wordt vervelender. En we zien een trend, ik denk te horen in het werkveld, dat agressie aan de telefoon aan het toenemen is. En dat zou een risico kunnen zijn. Ik denk dat het een punt van aandacht is voor de komende jaar of jaren. Dus doen we het goed? Bieden we als huisartsenzorg een duurzaam perspectief aan ons personeel? Ik kan de vraag nu niet beantwoorden, maar ik vind het wel een belangrijke vraag om ze nu en dan op tafel te nemen. Dan kom ik bij mijn laatste 2 sheets. En dat is niet wat doen we in de regio, maar wat zouden we kunnen gaan doen. Dus een kijkje naar de toekomst. Misschien overspeel ik hiermee mijn hand, maar ik wil het toch niet nalaten om eens een toekomstschets te bieden. Dit kan weg, dit sla ik over. Dit is een inspiratie, dit is de schilders- en stucadoorsbranche. De schilders- en stucadoors, die hebben een eigen opleidingscentrum, helemaal in co-creatie met het ROC. Waar de praktijk de mensen opleidt en waar de theorie, dus het onderwijsveld, de mensen schoolt. En
En zou dat ook kunnen voor de huisartsenzorg? Ik heb gewoon eens een voorzichtige schets uitgeschreven. Maar kunnen we een stap zetten? Zou dat binnen handbereik kunnen komen naar een Brabants regionaal opleidingsnetwerk voor de huisartsenzorg? Waarin veel meer de praktijk betrokken raakt bij het opleiden van het ondersteunend personeel. Waar we het ondersteunend personeel ook perspectief, loopbaanperspectief zouden kunnen gaan bieden. Waar de mensen in de opleiding bekend raken met de branche. En waar de branche mee kan sturen aan de inhoud. Er gaat echt veel ontwikkeling komen. Roland zegt het ook vanuit de e-health. We moeten meer samen optrekken, in mijn ogen, met de vakopleiding. Dus wie weet is dit een website tekst die we over een paar jaar zouden kunnen lezen. En daar kom ik mee bij mijn laatste sheet. Dieke. Ik vind het sharp binnen de tijd. Heel mooi. Ik ben precies drie kwartier verder na drie presentaties. Dankjewel Herman voor deze mooie en ook inspirerende presentatie. Met een mooie vraag aan het eind voor de toekomst. Dus genoeg stof voor discussie.